Hallo allemaal, Dennis van Dennis Klaas Fotografie hier. Het is weer tijd voor de fotoreview en ik heb weer drie heel mooie beelden om te gaan reviewen. Voor ik aan de fotoreview begin, zoals altijd, ik ben niet de topfotograaf die jullie gaat leren hoe jullie moeten shooten en mijn mening is evenveel waard als de waarde die je daar zelf aan hangt. De eerste foto is van Erik Noppen en Erik schrijft: "Het is ergens in een bos." Had ik door. Ze was haar haar aan het goed leggen en ik vond de schaduw en pose mooi. Dus even ronddraaien om het juiste licht en achtergrond te vinden. En dit is het resultaat. Niet het traditioneel, speciaal voor Dennis, anders is zijn werk te gemakkelijk. Dank u, Erik. Wat Erik bedoelt met niet te traditioneel is... Erik is een van die fotografen en er zijn er zo nog een paar, zoals Gert-Jan van Noorden, die op een heel andere manier fotografie benaderen. En dat maakt hun werk ook heel sterk. Ze leggen iets minder de nadruk bij techniek. En Erik kent fotografie, weet perfect wat hij doet. Maar hij fotografeert meer vanuit gevoel. En ik fotografeer meer vanuit techniek. Naar mijn persoonlijke smaak, als ik het ga toetsen aan mijn eigen stijl, zijn er twee zaken die mij iets minder liggen. Ten eerste, dezelfde feedback die ik Michael vorige week gaf. Je hebt hier een heel prachtig kleurenpalet met bruine en groene en donkere kleuren en schaduwen. En dan zit daar rood in het midden. Dat breekt voor mij iets te hard. Nu, dat rood zit gelukkig in dit geval wel van boven, waardoor dat de aandacht meer naar het gezicht toe gaat. Maar ik denk dat iets groen of bruin hier iets mooier had geweest. Misschien dat je dat zelfs in Photoshop nog kunt aanpassen. Een tweede punt, en Erik heeft hier specifiek voor gekozen, dus dat is geen kritiek langs mijn kant, maar ik focus mij altijd zo meer op de schoonheid van het model. En voor mij, de schoonheid van het model zit in het gezicht. Ik vertel het ook in heel veel fotoreviews dat het lichtste punt in de foto het gezicht moet zijn. Erik heeft hier gekozen voor een schaduw over dat gezicht en je zet daar ook heel erg specifiek in, dus dat is uw creatieve keuze. Ik ben wel akkoord. Ik ben niet zo fan van de schaduw. Ik ben wel fan van de manier waarop dat het haar hangt en hoe dat het haar nu belicht wordt. En ook de vorm die haar, die zij nu maakt. Ik heb het nogal verteld. Maak een keer een silhouet rond uw model en kijk alsof dat iets zegt. Geeft dat iets. En ik denk dat enerzijds door juist het feit dat ze heel statisch recht staat en alle bomen die ook rechte lijnen vormen en dan toch dat haar dat zo wat afhangt. Ik vind dat het zit heel mooi in elkaar op die manier. Dat maakt het voor mij wel een sterkere foto. Ik heb ook al heel veel feedback gegeven over die bovenkant is veel te hoog afgesneden. Er zit geen extra informatie. Nu, in dit geval vind ik dat juist de sterkte van deze foto. Omdat je hebt daar die bomen die de rechte lijnen gaan verlengen of versterken. Ik raak even moeilijk op mijn woorden. Die bomen, moest je die nu gaan afkappen, dan heb je stompjes op de achtergrond. En dan gaat de pose, vind ik, een beetje verloren. De achtergrond nu versterkt de pose. Am I making any sense here? Dus dit is met Erik zijn foto's regelmatig het geval. Als ik de foto echt zou gaan analyseren en gaan in stukjes trekken en kijken van waar kan het technisch nog beter, dan ga ik te diep in op de foto. Dit is een soort foto, dat moet je echt in zijn geheel bekijken. En dan kan ik deze zeker appreciëren. En nog een laatste compliment dat ik wil geven. Ik heb al gezegd, je hebt prachtige kleuren hier. Heel warme kleuren. Heel levendige kleuren ook. Maar ik wil het vooral ook hebben nog over de scherpte diepte die je hier gebruikt hebt. Nu, ik weet niet, je hebt de settings er niet bij gezet, geloof ik? Nee. Ik weet niet op welk diafragma dat je deze genomen hebt. Ik zou schatten ergens rond de f4. Ik vind het interessant omdat je het zowel in de voorgrond als in de achtergrond hebt je die blurriness. Wat zorgt voor diepte in je foto. Het model zelf is scherp en ik vind het aangenaam om naar de ondergrond te kijken. De ondergrond is ook nog altijd scherp. En er zit heel veel textuur in. Wat heel erg mooi is, zeker in zo'n setting. Voilà, Erik, dat is een beetje mijn feedback naar uw foto toe. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Merci om de foto in te sturen en hem door mij te laten reviewen. De volgende foto is van Rudy Leys. En Rudy schrijft: "Eens wat proberen met sterke contrasten. Model lenen zich ertoe.
De foto is genomen op f5 125ste van een seconde met een 85mm een Canon Speedlight met parapluutje. Nu, het is een heel sfeervol beeld en ik begrijp helemaal waar dat je naartoe wou gaan. Persoonlijk vind ik het iets te. De bewerking is iets te overdreven. Nu laat ik beginnen met het feit, je hebt hier gekozen voor een speedlight met een parapluutje. Ik weet niet wat, als je zegt parapluutje, is dat dan een ik weet niet hoe groot dat die juist is. Een paraplu is meestal, wordt meestal gebruikt als een medium soft licht. En met zacht licht gaat je niet heel grote, ja, je kunt grote contrasten gaan bekomen, maar ik vermoed dat je ook het harde licht wilt, zoals hier, hè, dat je echt die kleine schaduwtjes overal hebt. Dat gaat je beter bekomen met een hardere lichtbron. Wat je zou kunnen gebruiken is bijvoorbeeld een reflector met een grid, misschien zelfs een snoet als je echt heel sterke contrasten wilt. Ja, natuurlijk, je contrast wordt ook wel bepaald door hoe ver dat je licht van je onderwerp staat. Dus het is een beetje een combinatie van de twee. Contrast gaat eigenlijk bepalen, ja, hoeveel licht- en schaduwovergang dat er is. Het harde licht gaat bepalen hoe snel het die overgang gaat gebeuren. En in dit soort portret denk ik dat je een heel snelle overgang wilt. Dus daar zou ik al starten. Nu, ik ben er volledig voor om Lightroom en Photoshop te gebruiken om je resultaten te bekomen. Je hebt heel veel creatieve vrijheid daarmee, dus gebruik die zeker. Maar probeer misschien van in het begin al na te denken over, oké, dit is het resultaat waar ik voor wil gaan. Welk licht heb ik hiervoor nodig? Nu, daarnaast heb je ook gekozen voor een donkere achtergrond. En je hebt het model een donkere kledij laten aandoen. Nu, opnieuw, als dat uw keuze was om het op die manier te doen, that's totally fine. Maar ik heb nu zo'n beetje het gevoel van dat het hoofd zo wat in het niets hangt. Dus ik had daar ergens wel een beetje scheiding geapprecieerd. Misschien een zijlicht achter hem of zo. Of op zijn minst, ja, misschien een extra lichtje op zijn trui. Dat je toch iets daarvan ook ziet. Nu, wat apprecieer ik zeker in deze foto? Ik apprecieer heel erg, en ik vind dat je dat prachtig gedaan hebt, is de heel snelle fall-off van licht. Dus sowieso moest je paraplu wel heel dichtbij staan waarschijnlijk. Laat me weten in de comments hoe ver dat je paraplu stond. Ik ben best wel nieuwsgierig. Maar het licht gaat heel snel van het midden naar achter toe donkerder, donkerder, donkerder. En dat op zich creëert ook weer een beetje die look die je wou. Creëert ook weer in mijn ogen iets meer diepte ook. Dat maakt het portret wat levendiger. Trouwens, je bent iets te ver gegaan naar mijn mening, maar ik vind wel de textuur in zijn baard is wel prachtig geworden met deze contrasten. Dus het klinkt raar, maar ik kijk heel de tijd naar zijn baard. Ik vind het echt prachtig, prachtig weergegeven. Nu nog een laatste puntje, en het is misschien een optische illusie, maar ik heb echt het gevoel dat zijn linkeroog, dus rechts voor ons, dat groter is dan het andere oog. Wat eigenlijk raar is, aangezien dat het kleinere oog dichter bij ons is, dus dat zou eigenlijk groter moeten lijken. Ja, kijk, ik ben niet echt voor het veranderen van mensen in Photoshop. Maar ik vind wel, als in het echte leven zijn ogen even groot zijn en het lijkt niet even groot te zijn, dan zou ik eventueel met de Liquify tool dat oog nog een klein beetje kleiner maken terug. Waarschijnlijk is het een optische illusie met de schaduwen die niet helemaal symmetrisch zitten. Ik hoop dat ik uw beeld nu niet verpest, want ik heb het in het begin niet gezien. En ene keer dat ik het zag, kon ik er niet meer naast kijken. Dus in Photoshop is dat redelijk snel opgelost. Als je niet weet hoe, laat het mij weten. Maar ik vermoed wel dat gaat lukken. Voilà, dat is een beetje mijn feedback. Opnieuw, ik vind het echt wel heel tof gedaan. Heel sfeervol. Maar die paar dingetjes, ja, het is niet helemaal mijn stijl. But that's okay. Rudy, heel erg bedankt om uw foto in te sturen en hem door mij te laten reviewen. En de derde en de laatste foto is van Michel Keppens. En Michel zegt, ben ik te laat? Nee, Michel, je werd net niet te laat. De foto is genomen met aanwezig licht bij het model thuis. Nikon D750 met een Nikkor 85mm f1.4. My favorite. Zijn favorite. ISO 100, 1/320ste van een seconde op f1.4.
Nabewerking gedaan in Lightroom en Photoshop. Betere kwaliteit van deze foto op 500 pixels. En have fun, Dennis. Hij heeft eronder trouwens nog geschreven, het is er eentje speciaal voor alle mensen die denken dat ik alleen maar studiowerk doe. Ja, ik zou zeggen, you show them. want allee, Michel, ik heb echt lang gekeken naar deze foto. En allee, als ik een foto ga reviewen, dan probeer ik het van alle kanten te bekijken. Vind ik technische fouten in? Daarin zijn er kleine details die hij misschien gemist heeft. Welk gevoel krijg ik bij deze foto? Wat denk ik dat misschien iemand anders zijn comment gaat zijn? Maar op geen enkele manier vind ik iets om deze foto beter te maken. Ik vind hem echt gewoon perfect. Meer kan ik gewoon niet zeggen. Dus ik ga het misschien meer hebben over waarom ik het zo'n mooie foto vind. Er zijn heel wat redenen om dit een mooie foto te vinden. Echt heel wat redenen. Laten we beginnen met de kleuren. Ik ben een grote fan van kleuren en dit soort color grading is iets dat ik zelf nog altijd mee aan het oefenen ben. Ik weet het, ik zeg dit al maanden, ik krijg het niet helemaal onder de knie. Het start ook wel met een goede foto te hebben. Niet om mezelf een beetje af te breken of zo, maar het start allemaal met de juiste kleuren te hebben om mee te starten. En je hebt hier heel erg neutrale kleuren. Je hebt die beige en die witten. Blonde haar, de huidskleur, het zit ook weer allemaal een beetje in dezelfde kleurenpalet. En in uw editing heb je uw kleuren ook weer heel mooi samen naar elkaar gekregen. En je krijgt een heel erg rustig geheel. Dus kleuren vind ik prachtig. Uw laatste foto's trouwens allemaal, die andere met het gele dat daarin terugkwam. Ik heb u een compliment vorige week nog gegeven. Uw kleuren zijn poppen echt. Nu, in deze misschien niet, maar daarom apprecieer ik deze foto juist wel. Dus in kleur in het algemeen, Michel, mijn complimenten. Waarom vind ik deze foto nog interessant? De bril. En mensen onderschatten dit. Als je werkt met een model met een bril op, ik heb nog nooit zo helder door een bril kunnen kijken. Meestal vind je ergens wel een beetje reflectie. Nu, met daglicht is het iets gemakkelijker dan met flitslicht. Maar dan nog, ik vind echt, die ogen komen daar zo perfect helder door, wat ik heel erg apprecieer. Een ander puntje dat ik heel erg apprecieer aan deze foto, en dat is ook iets dat ik ga proberen mee te nemen in mijn eigen kennis toolkit, is het perspectief waar dat je voor gekozen hebt om het model aan die tafel te fotograferen. Nu, als ik een model aan een tafel zou fotograferen, ja, het eerste dat mij opkomt is gewoon, zet u een keer aan die tafel, ik zal aan de andere kant gaan staan van die tafel en ik fotografeer u zo. Wat gaat je hebben? Die tafel die gaat op een zekere hoogte van uw foto dwars door uw foto snijden. En dat heb je hier heel mooi opgelost door haar aan de hoek van de tafel te zetten en uw perspectief een beetje meer langs deze kant te gaan zetten, waardoor dat die tafel echt van in de linker onderhoek een beetje naar boven loopt. Wat dat op zich weer een interessantere lijn maakt. Ja, en obviously licht. Hè? Dus licht is gewoon echt prachtig. Daglicht, ik probeer er zelf ook meer en meer mee te werken nu. Zeker nu in de zomer, er zijn heel veel opportuniteiten. Daglicht is heel erg mooi. En zeker als je het goed toepast. Het licht valt hier gewoon prachtig op haar. Het zachte licht samen met de zachtheid van de kleuren. Het model zelf ook, het gezicht is heel erg zacht, is dat raar om te zeggen? Ik bedoel dat ze niet echt scherpe features heeft. Dat haar, dat golft ook heel mooi, ook heel erg zacht allemaal. Het past echt gewoon prachtig bij elkaar. Ik vind het gewoon een prachtige foto. Ik kan er eigenlijk niet echt meer over zeggen. Jammer genoeg, Michel, ik had gehoopt om u een beetje de tip mee te geven. Dat je dacht van, ah wel, nu ben ik blij dat Dennis mijn foto gereviewd heeft. Ik hoop dat je genoegen neemt met complimenten van mij over de foto zelf. Heel erg bedankt om hem in te sturen en hem door mij te laten reviewen. Voilà, dat was de fotoreview voor deze week. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. En oprecht, want allee, soms, het is moeilijk om mijn mening te verwoorden en nog op die manier dat het toch een beetje meerwaarde heeft voor de persoon die het heeft ingestuurd en niet alleen maar mijn mening te geven. Ik zou zeggen, als je feedback hebt over de fotoreview zelf, hoe dat ik het beter kan doen of zo verder, zet het gerust in de comments en dan kijk ik wat ik ermee kan doen. Zoals jullie weten, mensen die me al van het begin volgen, jullie weten dat deze fotoreview al een heel
proces heeft doorlopen. Ik neem jullie comments altijd mee, dus laat het mij weten in de comments. Heel erg bedankt om te kijken. En volgende week kunnen jullie terug opnieuw foto's insturen. En dan zie ik jullie de week daarna terug. Tot dan!